Is de stroomkabel zo'n beetje het gesprek van de dag op Schiermonnikoog? Er wordt wel heel veel over gesproken. En mensen zijn, die balen er ook behoorlijk van. Omdat ze zich echt grote zorgen maken wat die kabel voor Schiermonnikoog gaat betekenen. Het is eigenlijk heel slecht nieuws. Zeker de uitwerking. Kijk, wij hadden zelf als regio een andere keuze eerst gemaakt om via de oostroute te gaan. Dus dan zou je over de oostkant, niet langs de oostkant van Schiermonnikoog gaan. In zee. Kijk, dit staat ook op die kaart. Hè? Okay, dus zie dit je dat is, ook? Dit is... De links zie je de westroute. Dus we zien Schiermonnikoog liggen. En dan is er een rode streep die loopt door Groningen. En dan gaat die linkerstreep gaat door een puntje van Schiermonnikoog. Precies. En dat is dat jullie bezwaar? Ja, en dat is het de oostpunt heel, van Schiermonnikoog. Uit. Ja, het ziet er heel onschuldig uit. Maar dat oostelijke puntje van Schiermonnikoog, dat is een heel ongerepte stuk natuur, waar ook aanvankelijk van werd gedacht dat gaat onder het eiland door. Maar er gaan nu met grof geweld en grote machines over het eiland heen. Kabels van 20 centimeter, geloof ik. Echt niet, want dat zijn twee grote kabels die ook met hele grote machines op het land, dus op die oostpunt, door moeten. Dat is een heel ongerept natuurgebied waar grote zorg is of daar niet ook permanente schade gaat plaatsvinden voor zeg maar het hele ecosysteem. Daar zijn mosselbanken. Daar zijn vogels, waaronder lepelaars, die daar langskomen en gaan broeden, ook op de andere eilanden. Dus dat is heel kwetsbaar en dat verdient ook bescherming. Wij vinden eigenlijk, en met ons een heleboel andere mensen, dat je eigenlijk veel beter zou moeten onderzoeken waarom die kabel niet langs de oorspronkelijke voorkeursroute oost... Is dat die we nu hier zien? Precies. Gaat die door zee? Die gaat veel meer door zee. Ja, dat die lijkt raakt, heel logisch. Waarom dat lijkt heel dat logisch. Nou, dat heeft denk ik met tijd te maken. Het zal ook met geld te maken. Dat is altijd... Die route economie is langer. Die is die is niet per se langer, maar die schijnt wat gecompliceerder te zijn. Waarom dan? Nou, omdat daar liggen al een heleboel kabels in Precies. dat gebied richting de Eemshaven. Maar nu wordt door het ministerie gezegd van wij willen die route behouden voor toekomstige windmolenparken. Want we hebben nu één park waar het over gaat, maar er komen er nog een aantal boven de eilanden. Kijk, ik ben zelf niet tegen windmolenparken, want we moeten ergens die duurzame energie opwekken. Maar ja, want niet... die windmolens staan in zee. Ja. En die rode streep die we dan op die tekening die zien, die brengt de energie naar het land. En daar kan die gebruikt worden. Ja. Nou, ik begrijp dat bezwaar heel goed. Want je zou denken, waarom op een eiland als het ook in zee kan? Maar wij hebben het ministerie ook even gesproken. En die zeggen, die andere route kan niet. Die ligt al te vol met kabels. We zouden het graag willen, voor Schiermonnikoog, maar het kan niet. Nee, dat is dan, dat zeggen ze ook de hele tijd. Maar nu is het zo, we hebben ook een omgevingsberaad van het Waddengebied. Onder voorzitterschap van onze commissaris van de Koning van Friesland, de heer Brok. En het omgevingsberaad zegt van, we zouden toch, er is ook met de minister gesproken. En daar is gezegd van, we gaan toch nader onderzoeken of Oost toch niet mogelijk is. En wat heel belangrijk is, want kijk, dit is het eerste windmolenpark. Er volgen er nog meer. Dus je moet een soort integrale benadering ook maken. Dat je ook niet de draagvlak voor windmolenparken gaat verliezen. En dat je in één keer een goed plan maakt. Hoe gaan we dat nou doen? En hoe leiden we dat op zich logisch naar de Eemshaven? Maar via de westroute wordt dat echt heel moeilijk. Maar kijk, het is natuurlijk ook...